veld is weer geploegd. En dan gaan we daarna eens even bij de winkel kijken. Kijk, dat is nou weer te zien. We zullen hem eens even uitvouwen. En dan gaan we eens kijken hoe die werkt. Of het een beetje goede maaier is. Zo, dit veld is klaar. Dan gaan we eens even met het andere veld kijken. Het begint al een beetje schemerig te worden. Dus even gauw nog maaien voordat het donker wordt. En hier gaan we ook de koeien stallen. Want zolang we geen stal hebben, dan wordt ze toch ergens staan. En dan kunnen ze hier mooi in de wei lopen. Zo. Dan gaat mijn hulpje, die gaat gras maaien. Want wij gaan eens even naar de winkel. Want we moeten eigenlijk een trekker erbij hebben. Het wordt iets groter en met één trekker gaan we het niet redden. Dus dan gaan wij eens even bij de winkel kijken wat ze allemaal hebben staan. Ik zo meteen dat veld hiernaast ook even maaien. En dan gaan we eens even een trekker kopen. En dan zal de dag wel om zijn. Kijk, daar staat hij nog. Die moeten we ook hier naast het huis naar een schuurtje. Daar staan van die oude wrakken in. Die moeten we daar eens weg gaan halen. Want dan kunnen we mooi de auto naast het huis parkeren. Maar ja, dat is allemaal voor in de toekomst. Eerst een naaitrekker. Zo, dan zijn we dan bij de winkel. Had hem wat mooi staan. Had alles buiten staan wat hij allemaal wat hij te koop had. Oh, is dat een combine? Of een hakselaar? Kranen. Shovels. We komen hier voor de trekkers. Het is al donker. Het is, ligt maar even aan van de auto. Oh, wacht, ik heb nog een zaklamp in de auto. Kijk. Die zijn allemaal veel te groot. Dit is wel een mooi maatje. Dit is ook een mooie MB-trek. Ja, dat is een fantastische trekker, maar die is veel te groot voor ons. Maar die kunnen we vast nog een keer lenen als we spulletjes op moeten halen of zo. Maar dit is een mooi ding. Hey, ze waren er nog wel, ze vragen wat die moet kosten. Hij moest 80.000 kosten. Een beetje extra spulletjes erop. Zoals deze hier staat. 134.000. Maar ja, dat verdienen we wel weer terug. We gaan als we het gras maaien, pakken maken, kuil vullen. We gaan zaaien. We hebben niet zoveel geld meer, maar dat komt allemaal wel goed. Dan doen we de auto hier even parkeren. Die halen we weer later op. Kijk. Dan nemen we eens mee. Je hebt een mooi geluid erin. Nou, hier gaan we wel plezier van hebben. Mooi, dan gaan we hem trekker eens wegzetten.
En dan is morgen weer vandaag. Morgen weer een dag. Dan weer zal die zooi hier opruimen. En dan gaan we eens even. Morgen gaan we eens even zaaien. En dan de mais hebben, dan kunnen we de kaal vullen. Ja, werklamp achter nog aan. Morgen ook de accu leeg. Ik weet niet hoeveel die met mij is, maar die zat er vanaf en afmaken. Dan zal hij ook wel een eind aan breien. Nou, ik ga lekker naar mijn nest. Morgen weer een dag. Goedemorgen, het is mooi weer. Even kijken wat. Of hij het maaien allemaal afgemaakt heb en netjes afgemaakt heb. En hey. Hij heeft hier een beetje de rotzooi opgeruimd. Oh, de akkerbad ligt er nog, maar. Oh, die heeft hij netjes gemaakt. En die is ook helemaal klaar, zo te zien. En kunnen we vanmiddag even schudden. En akkerbaten. En dan kan de loonwerker komen om te persen. Oh, kijk, hij zou misschien nog wel achter zitten. Dan zou ik zo eens naar de winkel gaan. Wat zaad kopen. En dan kunnen we mooie rechte maïs in zaaien. Zo, ik heb een paar zakken zaad besteld. En een voorlaaier. En een platte wagen. Kijk, alles staat mooi netjes klaar. En, kijk, alles mooi naar huis ruipen, de platte wagen. En dan kunnen we gaan zaaien. Draaien we even de stoel om. Dan zullen we ze eens laaien. Eén voor één op de platte wagen. En dan hobbelen we eens richting de boerderij. En dan gooien we ze, doen ze daar even lossen. Weer meteen mee trekken, want dan gaat buiten gewoon zo. En dan gaan we maar zaaien. Ik weet niet of ik het zelf ga doen. Of dat ik het mijn hulpje laat doen. Want ja, het gras moet nog geschud worden. Moet nog geharkt worden. En dan of dat we het oprapen met de oprapwagen. Ik denk dat we de loonwerker gewoon laten komen. Dat we er pakken van laten maken. Dat is wel het mooiste, denk ik hoor. Misschien hebben we het ene veldje. Wat pakken van laten maken en de andere met de oprapwagen in de kuil rijden. Dan hebben we gelijk een beetje kuilvoer. Zo. Koppelen we de platte wagens achter de MB-trek. En dan maken we de spanband even vast. En dan gaan we naar de boerderij. Want het is ook bijna koffietijd. Dan doen we eens lekker een bak koffie drinken. Zo. En dan doen we daarna even de saaimachine vullen. Zo, die is er vast. Op naar de boerderij, op naar de koffie. Zo, eerste bak koffie. Hebben we wel verdiend.